Dana en de cello zijn al vanaf haar 6e jaar onafscheidelijk. Ze woont nu nog en studeert nu nog in Groningen. Maar ze gaat binnenkort naar het conservatorium in Parijs. Daar gaat ze studeren en ze is ook druk al bezig om Frans op te halen. Vanavond speelt ze het 4e deel uit het beroemde celloconcert van de Britse componist Edward Elgar. Zal zij vanavond de titel gaan binnenslepen van Beste Jonge Muzikus? Een groot applaus voor Dana de Vries.